In 1801 gaf Napoleon het startsein voor de bouw van een vesting voor de Franse kust. Nu is Fort Boyard 10 weken lang de arena waar 6 teams van 4 bekende Nederlanders tegen elkaar strijden. Elke week moeten de teams zoveel mogelijk sleutels verzamelen om de poort naar de schatkamer te openen. En die sleutels krijgen ze niet zonder offers. Ze moeten angsten overwinnen. Ja! Ha, ha! Ze moeten super fit zijn. Hey, zet hem niet zo hard, jongen! Ze mogen geen fobie hebben. Begin met te spinnen. Grenzen worden verlegd. Veerkracht en doorzettingsvermogen. Dat heb je nodig. En dit alles onder leiding van 2 zeer betrokken presentatoren. En hier gaat het allemaal om. De cup met de grote oren. Wie wil hem niet hebben? Dit is Fort Boyard. Vandaag in Fort Boyard 4 fanatieke soapsterren tegen 4 spelers die alles weten van winnen, verliezen en vooral tactiek. Het Wie is de Mol team. En de soapies die zijn wel gewend aan een stuk sterk staaltje acteerwerk, dus misschien is dat nou net hun tactiek vandaag. Ook vandaag weer 7 opdrachten waarmee sleutels te verdienen zijn. En je hebt er 6 nodig om de poort naar de schatkamer te kunnen openen. Die schatkamer, daar komen we in de finale en dan gaat het om het verzamelen van zoveel mogelijk gouden muntstukken. Want het team met de meeste munten, dat... wint. Yep. Ja, en dit zijn de 2 teams van vandaag. 6 teams verdeeld over 2 pools. En op dit moment is de leiding in pool B stevig in handen van het filmteam, dat al 2 overwinningen heeft geboekt. Vandaag wordt er gestreden in pool A. Het GTST-team neemt het op tegen het team van Wie is de Mol? Bestaande uit... Hint Larussi, Roeland Fernhout, Inge Ippenburg en Edo Brunner. Ik hoop niet dat ik oog in oog met mijn angsten kom te staan. En één daarvan is, dat zijn spinnen, insecten. Dus ik hoop niet dat ik zo'n opdracht moet doen. Ik weet niet wat er dan met me gebeurt en of ik het wel zou durven. Mijn GTST-jongens. Ferry Somogyi, Mark van Eeuwen, Ruud Veldkamp en Ferry Doedens. Ik ga alles doen wat er gevraagd wordt. Ja. Geen twijfel. Hallo. Jongens, kijk even naar dit jonge, frisse team. Soapies. Wat denken jullie daarvan te gaan winnen vandaag? Nou, ze maken zichzelf kapot. Ze gaan ten onder aan hun eigen testosteron. Ja, die kennen we nog. Edo, is er iets specifiek waarvan jij zegt... oei, als ik dat krijg vandaag... Nou, als jij je best wil doen om mij niet in een tuigje te laten hangen... zou ik echt gek vinden. Want je hebt een slechte SM-ervaring. Ja. Oké. Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Gek, maar ik kan niks beloven. En wat is nou jullie allersterkste punt? Ferry Doedens. Ja, Ferry Doedens. Alle spinnen naar hem toe, hoppa. Ja, ze zeggen dat ik de sterke factor ben in dit hele verhaal. Dus dat is geheime wapen. Als ze niet meer weten, gooi je Ferry. Ja. En wat is hun zwakste punt? Dat lijkt me duidelijk. Nee, ik denk dat het een hele geduchte tegenstander wordt. Ja? Ja. Dat lijkt me. Ja, we gaan jullie niet onderschatten. Zij gaan acteren, jullie gaan mollen. Wij blijven gewoon tot het einde. Whatever. Zo is het. Kijk, en dat is de goede spirit. En ik denk dat het ook meteen een heel goed moment is om te gaan beginnen met dit spel. Tik hem aan, ouwe. Hoppa. Ja, we moeten natuurlijk gaan strijden tegen Inge Ippenburg. En dat is wel mooi. Het is een oud collega. Ja, dan moeten we dus heel erg slim zijn. Want die hebben natuurlijk alle 4... zijn ze heel gezond en heel sterk, durven alles. Staan tot diep in de nacht in de kroeg en vervolgens zijn weer fit de volgende ochtend. En doen alles met groot plezier. We zijn natuurlijk 4 afgetrainde superboys die wij makkelijk kunnen hebben. Oké,
Oké, teams, het is de bedoeling bij deze opdracht om zo snel mogelijk de zak met kanonskogels naar binnen te trekken. Want daaronder zit een code en die heb je nodig om bij deze sleutel te komen. Die code zit in het touw. Op een gegeven moment zie je dat voorbij komen. Draai het touw dan open. Geef de code door aan je teamgenoten. Degene die als eerste het cijferslotje open heeft, wint meteen de eerste sleutel van de dag. Simpeler dan dat kan het niet. Nee, hè? Maar nu is de vraag wie dat gaat doen. Inge. Oh, de pittige Inge tegen de fanatieke Ferry. Ja. Oh, yeah. Nou, wat een... Inge en Ferry. Kan je? Two girls. Two girls, hoor ik meteen. Two girls. Yeah. Nou, die spinnen niet meer, hoor. Ferry is enthousiast, testosteron, blijheid. Werkt ook een beetje tegen hem. Ferry Doedens. Een aantal jaren geleden zong hij nog in een boyband. Nu speelt hij alweer een tijdje de rol van Lucas Sanders in Goede Tijden, Slechte Tijden. Inge is natuurlijk ook een rots in de branding. Die heeft in Thailand van een flat afgeklommen. Dus die kan ook gewoon heel veel. Actrice Inge Ypenburg, bekend als de venijnige Martine Hafkamp. En in 2007 bleek zij de doortrapte mol te zijn. Oké, jongens, kom! Zet hem op! Inge en Ferry moeten zo snel mogelijk een net met kanonskogels naar boven takelen. Onderaan het net hangt de eerste code. En wie hem het snelst omhoog haalt, pakt ook de eerste sleutel. Hé, Rutte, loop zachter, zak je gewicht in! Nu in de hoofd staan! Pak een Het lijkt erop dat Inge in fysiek opzicht meer aanleg heeft voor bordspellen. En wie had ooit gedacht dat Ferry zich nog eens zou ontpoppen als een ware donderkracht? Blamage! Nee, die arme Inge, ja. Ja, Inge kwam gewoon net even dat stukje spierbundel te kort om die kogels omhoog te hijsen. Dat was een oplossing. Ik heb kippenkracht. Ik heb echt kippenkracht. Dus ik ben met mijn volle gewicht eraan gaan hangen. Geen millimeter. Ferry die ging als een dolle. En Inge die stond er te zuchten en te puffen en te sleuren aan de touw. En er gebeurde echt heel weinig. Maar je hebt je krachten weten te sparen. Nee, absoluut niet. Ik ben echt stuk. Een millimeter omhoog. Inge, je trok het niet. Hij was zeggen, ja. Ik ging er met mijn volle gewicht aan hangen. Nee, nee, geen millimeter. Geen millimeter. Nou, twee misschien. Ja, twee millimeter omhoog. Uit het water gekomen. Dus dat is wel top. Dat is echt goed. Het was wel behoorlijk frustrerend dat tijdens de allereerste opdracht dat we meteen verloren. Inge was niet aan het mollen. Waarom zou ze? Het is een ander spel. Ik had gehoopt in ieder geval dat ze zijn minst nog de kanonnen op de helft zou kunnen krijgen. Maar zelfs dat lukte niet helemaal. Dus dat was wel even een dompertje om mee te beginnen. Hoeveel sleutels? Zo, dat is een lekkere start voor mijn GTST Boys. De eerste sleutel is binnen. Op naar de tweede. Zo, dat is een lekker begin, mannen. Ja, dat is geen centje pijn. Dat gezegd, heel ons geheime wapen. Ja. Nu al. Ja. Maar we hebben de ene ferry nu al even opgebruikt. Oh, dan komt de tweede aan. De volgende ferry is aan de beurt. Nou, laten we doen dan. Ja? Ja. Het is een opdracht waarbij je angsten moet overwinnen. Ah. Oké. Je gaat dadelijk naar boven. Ja. Daar kom je in het donker terecht. Ja, dan moet je door een riool kruipen. En daar ergens onderaan ligt een sleutel aan een balletje. Goed voelen en dan pak je hem vanzelf. Onderaan, die gaat naar beneden. Die gaat naar beneden. Maar het is pikdonker, je ziet niks. En het kan zijn dat je onderweg af en toe eens tegenkomt. Ja, dat snap ik. Op dat moment denk ik, zo snel mogelijk erin en eruit. Ik moet er doorheen. Ja, ik weet niet of ik dat had gedaan. Ik denk het wel uiteindelijk, maar ik had het me niet helemaal prettig bij gevoeld. Ferry Somocci speelde rollen in onder andere Baantje en Bombini Beach. Hij is vooal bekend als Rick de Jong in GTST. Het is een enge opdracht, maar het gaat om één sleutel.
Draai me om. Ja? Ja. Ja. Uit, gooi me hey. 3, 2, 1. Go! Kom, Ferry. Kom, ver. Ferry moet door een bochtig buizenstelsel kruipen. De buis is niet zo groot, dus nu maar hopen dat hij niet claustrofobisch is. Klasse. En dan kom je in een kleine ruimte. Voor mijn gevoel was het 1-1. En volgens mij landde ik bovenop een rat. Ja. Wat rustig. Ligt daar? Voelen, rustig, je hebt alle tijd. Ga maar helemaal naar binnen. Ga maar helemaal de hok in. Zie je wat er zit of niet? Voelen, op de grond. Hij ligt op de zie grond. Je wat er zit of niet? Ah, fuck! Oh, zo dat het niet lukt. Kinderen. Fucking animals. Het is echt ik eng, jongen. Ik heb... Ben je linker been? Ja! Hij heeft dikke tijd, man. Verlies hem niet, ja. De sleutel. Verlies hem niet. Hier zie je dat Freddy dit leven heeft gezeten. Ja, wat is de sleutel van? Je bent een half weken de tijd. Je bent er bijna. En nu weer. Kom, man. Jim, rustig. Je hebt tijd. Bijna. Ik sleutel hem eigenlijk. Hé, jongens. Jij moet sleutel is binnen. Ja, man. De terugweg is bijna niet te doen. Nee? Je kan je nou zo vastklemmen. Je ligt ik helemaal open. Ja, ja man. Je elleboog, je knie. Oh. Ja, je kan er niet. Je moet klimmen. Maar wat een held dat. Ja, je bent een held, Ver. We hebben gewoon 2 sleutels. Fuck! Hoeveel sleutels? De tweede sleutel is binnen. Rat in het bakkie. Eens even, mensen. Die uitstraling, die energie, ik voel het. We zijn extra gedreven. Ze hebben 2 sleutels, we staan dus nu 2-0. Okay. Maar, hey, appeltje eitje, dat gaat helemaal goed komen. Hier valt 1 sleutel te verdienen. Hier binnen bevindt zich een watertank. In die watertank zit een sleutel. Die sleutel die komt los zodra er genoeg water in die tank zit. Maar dat moet dus iemand aanvullen. En dat doe je met emmertjes boven je hoofd. Gooi in de tank, voilà, sleutel komt als er genoeg water zit, komt hij tevoorschijn. En Hint, jij mag dit gaan doen. Nou, ik kan je vertellen, ik heb toevallig met Hint hard gelopen vandaag. En die heeft mij eruit gered. Dus ook Hint ga ik ook verdomme last van me krijgen. Hint is gewoon heel sportief en heel gedreven. Dus zij gaat gewoon die punten voor ons binnen kunnen halen, die sleutels, die munten. Ja, ik ben behoorlijk fanatiek, ja. Ik ben wel iemand die houdt van de wedstrijd. Vroeger heb ik veel geatletiekt. Tot mijn 18e toch best wel fanatiek wedstrijden gedaan en gelopen. Dus ja, het zit wel in mijn systeem, ja. Ik hou wel van winnen ook. Hint LaRoussi. In 2003 stond ze in de halve finale van Idols. En omdat ze vorig jaar meedeed met Wie is de Mol, zit ze nu in het Wie is de Mol-team. Geef niet te genieten. Oké. Klaar voor? Ja. 3, 2, 1. Go! Go, 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 go. De sleutel zit in het waterreservoir. Aan Hint de taak om dat zo snel mogelijk bij te vullen. Ik ging meteen al heel hard, ja, toch wel keihard op mijn knieën. Mij even netjes te houden. En dat deed best wel zeer. Ik schrok even heel erg toen ze begon met vallen. En was nog deels mijn schuld. Want ik zei, volgens mij is er zo'n platformtje waar je even op kan staan. Kdoem. Ging ze op de bek. Oké, okay. Goed. Emmers boven je hoofd. Yes, ja. Kom op. Dat is 1. Voorzichtig, schenken. En nummer 2. Nee, het is geen bar. Kijken wat je doet. Ja, stop. Heel goed, hoor. Ik ging met die Emmertsen aan de slag en als je een beetje goede motoriek hebt, dat heeft ze natuurlijk perfect. Kan zo'n opdracht volgens mij niet misgaan. Dat is zijn moeilijk mee, hoor. Nog 1 en dan kan je er! Nog 1! Niet schrijven! Hey, dat ging helemaal steady. Heb je thuis ook emmers? Ik heb geen emmers, nee. Ik heb wel een loopband en het wordt gewoon waar ik veel op ren, maar... Maar wel een hoop gamer. Maar dat maakt niet uit. Het is je gelukt. Ja, dat deed ze briljant.
Dat deed ze echt zo goed. Die vrouw zo atletisch. En steady en is echt goed. Dus toen begon een beetje te voelen, ja, zit er wel in, zit er wel in. Ik was hartstikke blij dat ze het gehaald had en ik voelde me nog steeds wel een tikje een loser. Hint, you go. De eerste is binnen en we gaan gewoon zo door. Hoeveel sleutels hebben we nu? Zo, de nul is van het bord en de stand is nu 2-1. Ruud, gaat een stukje wandelen. Ik ga even een klein ommetje maken, inderdaad. Ben je een beetje durf al? Want het is op grote hoogte, boven 3 tijgers. Ja, ik ben wel een durf al, maar dit is wel heel ziek hoor, over 1 draad naar de overkant lopen. Ik heb, voor zover ik weet, geen last van hoogtevrees. Maar dat kan natuurlijk altijd veranderen. En, het kan zijn dat je daar in één keer staat en dat je denkt, shit, wat heb ik gedaan? Waarom sta ik hier? Waar ben ik mee bezig? Ruud Veldkamp, of zoals bijna iedereen hem kent, Nout Alberts uit Goede Tijden, Slechte Tijden. Ik ben zenuwachtig, maar ik ga ervoor. Ik ga sowieso de overkant halen. Maar het is wel, een enge opdracht. Ik ga je even uitleggen hoe het precies werkt. Je komt onderweg, kom je een portemonnee tegen. Daar zie je hem hangen. Als je die openmaakt, zit daar een code in. Met die code kunnen jouw teamgenoten daar beneden het kastje openmaken. Ja. En in dat kastje... 2 sleutels. 2 sleutels? Gaat om 2 sleutels. Dus hou je balans, blijf een beetje in balans, ja. Evenwicht en dan kan je volgens mij... Jongen, jou kan er niks gebeuren, dan ga jij zo nou, doen. Kan er niks gebeuren, doe ik even. Ja? Ja, ik ga ervoor. Ik zou niet te hard rollen als ik jou was. Nee. Je moet lekker rustig aan. Dankjewel. Klaar voor? Daar ben ik klaar voor. Daar gaat ie jongens. 3, 2, 1 en go. Kort dansen dus. Nu maar hopen dat Ruud vandaag een balansdag heeft. Dat kan wel eens helpen. Het meest grappige is dat hij tijdens het lopen zijn haar nog even goed doet. En dat is echt zo komisch. Concentreer je. Ja, dat bent er bijna. Alle tijd heb je. Ziet er goed uit. Kijk dan. Hij heeft nog verder. Hij gaat hartstikke goed. Probeer tempo te houden, dat je niet stilstaat. Je bent er bijna. Hou die tempo. Zo. Wauw, zeg. Klasse. Oké. Okay. Klasse, Ruud. Nog een klein stukje dichterbij. Goed zo, man. Oh, oh, oh. En toen viel ik dus bijna. En ik hoorde mensen al zo, oh, oh. En ik had dat ding vast en ik dacht, oh shit, ik ga nu gewoon vallen. En ik heb geen idee wat ik heb gedaan, maar ik heb gewoon heel hard aan die code vastgehouden. En ik bleef gelukkig staan. Yay. 5864. Yep. 5864. Yes. Ja, 2 sleutels. Klasse, man. Yeah. Nou, Ruud, die ging gewoon als Speed González ging hij over het koord heen, joh. Niet normaal. Ik moet zeggen, het was wel een money shot, hoor. Dat koorddansen. Ik had het wel graag gedaan. Hoeveel sleutels? Oh. Ja, de evenwichtskunsten van Ruud doen de balans doorslaan naar de goede kant. 4-1. Zo, team. Ze hebben natuurlijk net 2 sleutels gehaald met die opdracht over de touw. Dus het is nu 4-1. Ja, ze hebben 2 sleutels. Het is nu 4-1. Maar we kunnen ze nog inhalen ook. Het is geen enkel probleem. Hier binnen is weer 1 sleutel te verdienen. Alleen, je moet zorgen dat je niet ontploft. Want je moet je namelijk ook heel goed concentreren. Laat je niet afleiden door al die rookontwikkeling die je zich hier gaat voordoen. Want die sleutel moeten we hebben. Roeland, jij mag het gaan doen. En dat is die. Haakjes, sleutel van naar beneden. Dat is met die sleuteltjes. Ja. En ik hoop niet dat je een kort lontje hebt. Dat Roeland wel zijn emoties goed onder controle kan houden en rustig blijft en dat rustig oplost. Roeland is in ieder geval ook een hele gedreven jongen. Maar die roept vooral heel hard dat hij niks kan en geen conditie heeft. Ik haat sporten. Ik haat het echt. Ik vind het vreselijk. Ik kan er niks aan doen. Maar spelletjes vind ik heel erg leuk. Dus wat dat betreft, ik wil wel winnen. Ik kom er om te winnen. Ik kom er echt om te winnen. Roeland Fernhout. In 1995 kreeg hij grote naamsbekendheid door zijn rol in de film Zusje. In 2005 was hij te zien in Wie is de Mol. 3, 2, 1, go! Roeland, kom op! Eerst even kijken. Ja, heel goed. Roeland moet met die haken de sleutel door de kist naar boven zien te steken.
Dat is op zich wel te doen, behalve dat de kist waar die op staat straks uit elkaar spat. Kortom, tijdsdruk. Roland, je bent hartstikke goed bezig. Focus, jongen. Goed. Ja, heel goed. Ja, ademen. Ja, heel goed. Man, je bent een held. Man, hij is geconcentreerd. Dan mag ik je graag, Roland. Heel goed, Roland. Ik weet er niet eens of je aan moet moedigen, want je doet het echt zo top. Je gaat meedoen aan Fort Boyard. En je mag met twee haaknaalden in de weer. Om een sleutel van links naar rechts te schuiven. En dan weer terug. Woehoehoe. Oh, geef niet afleiden. Geef niks aan het handje. Niks wat er wel eens in mijn broek ook gebeurt. Het is maar een explosie. Focus, Roland, sleutels en haakjes. Voor de rest, poker bestaat niet en enge beesten zijn hier. Doe het net zo secuur als net. Heel goed, ja, haal het haakje eruit. Als het goed is. Haal het haakje eruit, je hebt hem weer. Goed zo. Ondersteun met het andere haakje. Ja. Heel goed, Inge. Is gewoon. Ja, ja, dat is goed. En de volgende. Tijd zat. Halverwege. Makkelijk. Je bent halverwege. Halverwege? Doe normaal. Wat tijd betreft, maar je bent bijna klaar. Komt helemaal goed, je bent al over de helft met de sleutel. Vergeet hem niet. Dat mensen dit niet lukt, wat blijkbaar al gebeurd is. Die zegt ik nou. Waar zit je dan met je hoofd? Maar ja, misschien ben ik goed in pielen, weet ik veel. Geef hem aan hem. Oh, we hebben er twee mensen. Ik zie het steeds zonniger in. Hoeveel hebben we er? Dankzij de koelbloedigheid van Roland lopen mijn mollers een sleutel in. De stand is 4-2. Het is tijd voor het volgende duel. En niet zo'n kleintje ook. Want ik hoop niet dat een van jullie allergisch is voor huismeid of stof of wat dan ook. Want dat ga je hier tegenkomen. Maar dat maakt niet uit, want het gaat uiteindelijk alleen maar om die sleutel krijgen. Er zitten luiken in het plafond. Die moet je opentrekken, dan valt er een code naar beneden. Voor elk team 2 keer een code, tenminste de helft van een code. En daarmee valt dit kastje open te maken. Kan zijn dat er ook iets anders uit het plafond valt. Zou kunnen. Okay. Maar dit is een opdracht die je niet in je eentje kan doen. Zelfs jij niet, Edo. Dus jij krijgt hulp van Hint. Okay. En Mark, hij krijgt hulp van Ferry. Met z'n tweeën moet je die luiken dus openmaken. Hoe je dat doet, doe je het. Ja? Zoek het uit met z'n tweeën en jullie ook. Je hebt verder geen hulpmiddelen. Luiken in het plafond, die moet je opentrekken. Ja, Edo is natuurlijk wel een beetje een stevige man. Dus ja, ik weet niet. Ik denk dat er onder zijn présence nog wel heel wat, energie zit. Dus ja, ik denk dat we wel een beetje bang voor moeten zijn. Edo Brunner, presentator en bekend van onder andere Tequila. In 2008 was hij de winnaar van Wie is de Mol? Ja, als ik iemand zou moeten aanwijzen waar ik bangst voor zou moeten zijn, dan zou dat Mark zijn. En terecht, Mark heeft al laten zien bloedfanatiek te zijn. In GTSD vertolkt hij de rol van Jack van Houten. 3, 2, 1, go! Zo ongelooflijk veel shit over mij. In de eerste luik die ik opengooide, ik weet niet of de drap eruit kwam. Maar ik zag niks meer met één oog. Dus ik moest met één oog alles openslaan. En het prikte. En Mark eronder zat ook helemaal onderin. Die zat te schelden. Op een of andere manier had ik dat Ferry die dingen missloeg. En als hij ze raar sloeg, dan kwam er heel veel uit. En met name over ons heen. Goed, hè? Ja. Jongens, ja. Kom op, Ja, zeg het! 2-8!
kreeg geen hint om mijn schouders. En die vedere lichte schoonheid, die rochste daar de ene kast naar de andere open. En ja, in no time hadden wij gewoon ook weer die code bij elkaar. En dus de sleutel gewonnen in een duel met de heren van de Zopies. Edo was wat dat betreft echt de perfecte man om de opdracht mee te doen. En hij was ook heel rustig. En ik zei ook tegen hem een stukje achteruit, want ik kan er net niet bij. Dus hij, ja, het ging allemaal eigenlijk heel geleidelijk en heel snel. Dus het was eigenlijk een makkie. Hé hey, jongens, heel even alle duidelijkheid. Okay. Jullie hebben het lang niet gewonnen. Hè? Maar we gaan de goede deze mannen uit. Zien eruit alsof ze een actiefilm achter de rug hebben. Ja, de hele heeft erop namen. Ja, maar we zijn met een inhaalslag bezig. Kijk, we zijn met een inhaalslag bezig. Het is indrukwekkend. Ja, hier had mijn GTSD-team niet op gerekend. Maar de hete adem van de Mollers is goed te voelen. 4-3. Zo, mannen. Hallo. Dat zien jullie eruit. Hey, de volgende opdracht, die wacht meteen. En we laten jullie even rusten. Die is voor jou, Ferry. Nee. Oh, het stonk zo hard daar. Ik denk, nee, deze opdracht heb ik echt geen zin in. Dus ik moet bij de koelkast en dan wel eens zo smeren. En toen werd het dus Ferry doen is de naam geroepen. Dus ik dacht, ik hoef het niet te doen. Deze is eigenlijk weer heel simpel. Je moet gewoon de sleutel pakken. Je ziet meteen waar die is. Oké. Okay. Maar je hebt wel wat gereedschap nodig. Oh. Oké. Okay. Dus pak eerst het gereedschap, dan de sleutel en doe het allemaal binnen de tijd. Oké. Ja. Ja, ik zat het komt goed, Ja? Ja, is goed. Je gaat er meteen van glimmen. Ja, het stinkt hier echt ontzettend. Dus, niet zo hard, joh. Verrotte eieren. Komt goed. Ja, dat is gewoon je doel. Hou je neus dicht. Ja? Ja. Oké, okay. Op mijn teken mag je er binnen. Yes. Goed. 3, 2, 1. Kijk. En go. Ja, daarin. Ja, goed zo. Oké, ja, ja. Nog één in alle benen. Ja, goed zo. Nu kan je alles goed eens pakken. Goed zo. Heb je hem? Waar zit die grap over in jou? Ga onder water. Onder water. Ga onder water. Goed zo. Klassenper. Klassen. Dan moet je de staalkabel overknippen. We hebben tijd zat, jongen. Tijd zat. Ontspan. Adrien, goed zo. En onderwater. Draaien, draaien, draaien. Ja, hou ik er met je hand in. Altijd wel als ik in ruimte zit met water of zo, dan wil ik nog wel eens een beetje benauwd krijgen. Dat ik denk, ik moet hier uit. Daar zit hij, ja. Draaien. Als hij niet moet, dan moet hij draaien. Voel je iets waar hij moet draaien? We zitten qua tijd. Hij is afgelegd. Hij zit goed. Hij vindt hem niet, jongens. Links om. Ja, hij moet gaan opendraaien. Hij moet iets opendraaien. Heb jij nog een tip? Ik wil het even af. Moet je een beetje snel gaan. Twee handen draaien. Oh jongens, nu wordt het toch wel koud, denk ik. Je hebt van de tijd. Moet je erop schieten. Ja! Ja, 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 ja! Ja. Dat hebben we het goed gedaan, man. Ik ga even niet knuffelen. Ik ga je ook even niet knuffelen, maar lieverd. Hoeveel liter water heb je ingeslikt? Dus, maar ik kan dat ding niet over, man. Ik ga helemaal van jou te doen. Goed. Dat ging goed, jongen. Jongen, mag ik je dan doen? One time, zo boom? Kom op, doen we het samen. Ik dacht dat het een opdracht was. Hij denkt dwergwerpers, hij pakt zo'n gast en die smijt hem tegen de muur. Ja, dat kan echt niet. Dat kun je niet uitzenden, joh. Vijf. Je moet niet die dwerg omhoog. Mijn GTSD-team stinkt een uur in de wind. Maar niet voor niks. 5-3. Alright. Oké, stelletje mollen van me. Ja. Zij hebben 5 sleutels nu. We hebben er 3. Mm-hmm. Maar met deze opdracht hebben we in 1 klap gelijk spel. Als we het goed doen.
En dat willen we, laten we eerlijk zijn. Absoluut. Dan moeten we die GTST'ers pakken. En dit is onze kans. Hier binnen ga je een angst overwinnen. Tenminste, als het je angst is. Ik ben niet zo dol op kleine ruimtes. En als ik daar zit met of schorpioenen, of slangen, of ratten, of misschien wel met allemaal. Dat zou ik heel eng vinden. Het zit vol spinnen. Het zit vol met schorpioenen. Die beesten hebben een code. En met die code krijg je dit slot open. 2 sleutels. Hoe weet je welke schorpioen of welke spin? Ze hebben, wij gaan je helpen. Wij zien namelijk. Ik zie al dat ik het moet doen. In de achterkant. Inge, jij mag het gaan doen. Dit wordt een grote overwinning, jongens. Ben je bang voor spinnen? Ja, ik vind spinnen gaat, maar ook geen fan schorpioenen gruwelijk. Je vermijdt ze liever. Ja, ik moet eerlijk zeggen. Vermijden is wat zachtjes uitgedrukt. Je vindt ze dus doodeng? Ja. Oké, nou ga naar binnen. Kijk om je heen, kijk rond. Er zit geen tempo. Adem de sfeer. Check die spinnen. Wij helpen je die codes te vinden. Vanaf hier. Er is 1 code op een spin. En 1 op het schorpioen. Dus als je 1 spincode hebt, dan kun je stoppen met spinnen. Alleen er zijn ook spinnen die een blanco papiertje hebben. Maar daar kom je vanzelf achter. Nog iets. Wat wij als psychologische hulpmiddel. Die spinnen die zijn heel zacht en fluffy. Het zijn zachte witte konijntjes. Het zijn zachte witte eekhoorntjes. Het zijn zachte witte konijntjes. Ze zijn lief. Ze zijn jongens, niet zacht zo. Inge, je kan dit. Luister naar Edo. Edo gaat jouw sleutel. Denk aan die 2 sleutels, die hebben we hard nodig. Duidelijk. En succes. Dank jullie wel. Oké. Zet hem op, Inge. Rustig eens aan. Spinnen, schorpioenen. Inge moet haar grote angst zien te overwinnen, maar wel voor 2 sleutels. Kijk waar je heen moet. Ik weet helemaal niet waar ik doorheen moet. Oké, jongens, ik ga nu een hok in zijn met mijn vrienden. Gerard is er ook bij om je te coachen, hoor ik. Ja hoor, ik ben. Hij weet het. Ik ben helemaal voor je. Oké, ontspan, schatje. En dan lopen ze. Ademhalen. Oké. Rustig uitademen. En door je neus naar binnen. Zien jullie waar een spin... Nee, we zien nog niks. Ga maar zelf rustig kijken. Even kijken, hoor. Pak maar eerst iets op de grond, denk ik. Nee, op de grond is er 1. Maar ja, daar is het niks. Rechts, Inge. Voor jou rechts, die onderste spin van de 2. Ik versta jullie niet, jongens. Ja. Nee, naar beneden. Naar beneden. Heel rustig pakken, ademen. Goed zo, schat. Kommetje. Ja, het is los. Ja, goed. Heel goed, Inge. Inge heeft helemaal geen probleem mee. Zit iets? Ja, er zit een dingetje. Ja, helemaal goed. Inge die was iets relaxter dan dat ik was. Ik was meer aan het schreeuwen, dus ik dacht... dat gaat Inge niet doen. Nou, en zeker hoe ze toen sprak ook gewoon heel normaal die spinnen op. Had dat briefje onderweg. Nou, ik scheet echt 24 kleuren of zo. Staat er iets op? Staat er iets op. Wacht even. 17 puntje puntje. Oké. 7-1-7. Je kunt nu naar de schorpioenen. Oké. Want we hebben de spincode voor. Ik dacht dat ik eruit mag. Maak het kistje open. Ah, daar is uit. Wow. Meteen sfeer. Oké. Wow. Wij kunnen nu even niks zien, dus je moet even goed kijken. Ja, ik zie er 2 hier met allemaal... Pak je gewoon eentje waarvan je denkt er zit wat onder. Kijk eerst maar eens goed. En je kunt ze dus bij die prikker pakken, bij zijn staartje. Net onder zijn prikker. Goed zo. Ah ja, die heeft dat in zijn pootje. Ja. Heel rustig. Ademen, schat. Ademen. Ja, goed zo. Goed hoor. Heel goed. Ah! Je hebt alle tijd. Nee, dat was een lege. Dat is een lege. Volgende. Damn. Maar dat is goed, we zijn dan op de helft. Nou, wij zien nu heel weinig, dus we kunnen je bijna niet helpen. Ja. Ja. Dat is wel goed hoor. Ja, jongens, ik heb hem. Yes. 2, 8, 7, puntje, puntje. Heb je hem niet op zijn kop? Zit je niet te mollen? 8, 7. Punt, 8, 7. Nee, wacht even. Het is helemaal stom geschreven. Sorry. Puntje, puntje, 2, 8. Zie je? 2, 8. En die andere was 1, 7. Dit. 2, 8. Dat is het. Hey, ja, kom maar naar buiten. We hebben hem. Goed hoor. En we staan gelijk. Eerst maar even kijken of ik zie, want sommigen kon ik zien dat ze niets onder hun buikje hadden. Ah! Ik denk wel dat ze bang was, maar ik denk dat ze gewoon dingen opzij heeft gezet voor het team. En dan staan we ineens gelijk, 5-5. En dat is toch te gek tegen die
testosteron boys. Want jezus, wat zijn die fanatiek, zeg. Dat is ook echt alle vriendelijkheid is er meteen uit, moet ik zeggen. Ach, ik vind je een ongelofelijke heldin. Ach, ik mezelf ook even vergeten. Heel erg goed gedaan. Nee. We staan nu gewoon gelijk. Hoeveel sleutels hebben we? Inge heeft bewezen waarom zij haar plek in het team waard is. De stand is gelijk. 5-5. Alright, rock and roll, babies. Oké, mannen. Yes. En opeens staat het weer gelijk. Shit. Wat doet dat met dit team? Worden we daar sterker door? Ja, juist niet. Alleen maar strijdlustiger. Ja! Yes. Oh. Nou, gelukkig zo overtuigend kunnen jullie acteren. Wie is minst gehavend op dit moment? Jij hebt al grote hoogte gelopen. Ik kan wat hebben. Zei ik net geworden, jij kan wat hebben? Ik kan wat hebben. Jij wil je wat hebben? Dat komt goed uit, want jij bent aan de beurt. Margie! Maak ze heel sterk. Hij is heel steady, heel stabiel. Laat ze het niet makkelijk gek maken. Ben je een beetje sterk? Nou ja, het gaat. Ja, wel Mark is sterkst hier. Ja? Ik denk het wel. Thanks, sir. Ja, behalve ik, hè. Ik heb het daar. Ja, dat is goed. Je gaat naar binnen. Er hangt een sleutel aan het plafond. En er is een touw. Dan moet je mee naar boven klimmen. Oké, okay, Mark. Alles. Doolhof. Waar die sleutel doorheen moet. Maar het wijst op vanzelf. Dit gaat goed komen. Oké, op mijn teken, hè. Oké, klaar voor? 3, 2, 1, go! Mark moet blijven klimmen om bij de sleutel te komen. En dat vergt veel kracht en doorzettingsvermogen. Klasse, Mark! Klasse! Kut, sorry. Oh, dit wordt moeilijk, hoor. Godverdomme! Klem het touw met je benen! Hij zit het spannend te maken. Tempo, tempo, tempo! Ja, 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 go, ja, go, go! En die volgende auto, ja, 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 ja! Ja, we wel even moeite moeten zeggen hoor. Het begin, hè? Ja, dat is beginnen. Dat gaat niet lukken. Op een gegeven moment had ik een punt van, dacht ik van nou, goed, het is nu of nooit. Nu in één keer naar boven. Ik denk, ja, dat wordt het niet. En in één keer klimt hij omhoog en bam, 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 bam. Hij heeft gewoon in één keer het dodel opgelost. Dus ik zeg zo, dude, wat de fuck is dit? Hoeveel sleutels? 7 of 6. Het GTSD-team heeft 6 sleutels. Genoeg voor het eindspel straks en 1 meer dan de mollers. Oké, het gaat lekker gelijk op. Ik kan nu weer gelijk komen als we deze sleutel pakken weten te krijgen. En bij deze opdracht gaat het om power, power, power. Edo, we hebben je nodig. We hebben jou nodig. Kennen. Er zit een heel groot touw. De sleutel zit eraan vast. Je moet het touw met een zwaard door midden hakken. Dat kan jij. Ik weet het zeker. Oude krachtpatser van me. Zeker. I've got the power. Edo is gewoon brute kracht natuurlijk. Dus als hij krachtoefeningen gaat krijgen, dan verliezen wij het gewoon van hem. Ja, Edo is gewoon heel sterk. Dus dat is zijn tactiek. Dus als je Edo tegenover je hebt staan, ja, dan moet je wel even oppassen. Daar win je het niet zomaar 1, 2, 3 van. Ready to rock and roll? Let them come. Rock and roll. 3, 2, 1, go. Go, Edo. Go. Dat gaat hij. Dat is al heel goed. Kijk, ja, het is al een prachtig proberen. Heel goed, springen. Ja, dat. Man, dat was alleen zwaar. En die dwarslat die waren net eigenlijk te laag om door mijn knieën, om vanuit mijn knieën te tillen. Dus ik moest het toch echt uit mijn schouders en mijn rug halen. En ik stond er te ploeten, man. Echt niet normaal. Ja. Gewoon niet te doen. Ik denk dat het zwaard al net zo zwaar was als eerder. Pakken. Ja, over
Ontspan nu, hè. Ontspan. Je hebt het gedaan. Je hebt het fantastisch gedaan. Ja. Het brengt ons weer op een gelijkspel. Ja. Hoeveel sleutels? Ja. En daarmee is met nog één duel te gaan. De stand gelijk getrokken. Moller 6, GTST ook 6. Oké, teams. Bij dit laatste duel draait het om kracht en concentratie. En het draait om dit houten blok. In het houten blok moeten spijkers geslagen worden. Dat gaan jullie om en om doen. Het team dat het spijkertje helemaal in het hout slaat, wint. Maar dat moet je wel twee keer doen. Best of three gaan we spelen. De winnaars krijgen een zevende sleutel. Want het staat 6-6. Ja, en dat betekent straks in het finale spel 100 munten extra. Oei. Die kun je gebruiken. Ja, absoluut. Geloof mij. Zo. Goed. We zijn begonnen. Oké. Okay. Om en om zullen de teamleden moeten hameren. Het team dat als eerste twee spijkers helemaal in de plank heeft geslagen, wint deze laatste test. Die een zevende sleutel oplevert en daarmee 100 extra munten in het eindspel. Nee. Oké, hint. Nee, Ferry. Nu wel. Ja. Ja. 1-0. 1-0. Hij zit erop. Hij zit erin. Waar ben je nou blij om? En dat hij mis was. Ja, maar dat laat hij niet. 1-1 is het. Oké. Kom op, Inge. Niet het laffen. Precies. Tactiek. Zo, ja. Gooi erin. Yes. Oh. Echt slaan, jongens. Kom op. Slaan, kom op. Ram hem erin. Ik kan misschien erna slaan, geloof ik niet. Ja. Tactiek mag, hè? Niet aaien. Ja. Edo, doe het man. Sta ernaast. Je mag niet bewust ernaast. Ruud, kom op, hè. Ruud! Kom, keihard! Nee. Kom op. Keihard! Doe het niet. Ah! Ruud doet net of hij een enorme slag geeft. En ernaast slaat. En als jij dat dan als vrouw doet, netjes ernaast slaat. Dan vinden ze dat natuurlijk kinderen. De ene die sloeg 2 meter naast ons spijker. Zodat wij moesten en zij daarna. Dit is het. Tactiek heet dat. Dat is tactiek. Gaat bij die jongens toch het gevoel van ik ben een man, ik moet kunnen hameren. De overhand krijgen. En daar winnen we dan op ineens. Dat is leuk. Hoppa, sleutel in binnen. Op 7 sleutels tegen 6. Het is ongelooflijk maar waar. De Mollers gaan met 1 sleutel meer de finale in. 7-6. Spanning. Sta je dan met je goede gedrag? Je bent nog steeds een beetje pisser volgens mij. Hè? Dat ze gewonnen hebben bij de spijkerspel. Ja, een beetje. De mol-tactiek was het, hè? Ja, dat is echt de mol-tactiek. We zijn toe aan het allesbeslissende finale spel. Ja. En we hebben 6 sleutels nodig om het spel te kunnen spelen. Molletjes,
Hoeveel sleutels hadden wij ook alweer? Ik denk ook maar één meer dan hun. Ja, wat hoeveel hadden wij er? Zij. En we hebben er 6 nodig. Dus, nou, dan heb ik 6 nodig. Het is goed. Ieder team heeft 2 minuten de tijd om zoveel mogelijk goudstukken te halen. Alleen, Mollers, we hebben een extra sleutel. En dat levert ons een voorsprong op, namelijk 100 munten. Die krijgen wij alvast cadeau. Ah, oké. Okay. Dus, we moeten eerst even nog iets regelen, Kieruit. Ja. Monique? Zij is een heftige bitsman. Ja, cheers. De opdracht van het spel is heel simpel. Zoveel mogelijk gouden muntstukken verzamelen. Die gooien jullie daar in dat bakkie. Niet in dit bakkie. Want daar gaan jullie ze in gooien. Ja, gooien. Ja? We hebben 7 sleutels. We hebben extra munten. Het finale is natuurlijk kat in het bakkie. We gaan gewoon winnen. Klaar voor? Yes. Monique! Nog met Mark Mot bij de poort. En die zat gewoon hint tegen te houden. En ik dacht, ja, maf ketel, zo zijn we dus niet getrouwd. Dus dan heb ik hem eventjes geblokt. En toen zag ik maar één oplossing, dat was Edo op Edo toch op een manier te voeren. En dat ging me toch redelijk makkelijk af. Kijk, dat is een tactiek, jongen. Dat is een mol-tactiek. Ja. Goed bezig, jongens. Ik word even naar links. Laatste jongens, ga goed voor jullie. En pak Ezel aan, of B, laat die vol, zoveel je kan. Ezel die loopt het minst hard. Ezel heeft een groot lijf, enorme armen. En we dachten, we gooien Ezel, gooien we helemaal vol. En ga dan pas lopen. Dat was onze tactiek. Jazeker. Ik ben benieuwd of die 100 munten genoeg is. Ik denk, ja, ik ben ook heel erg. Ik maak daar zorgen over. Eerst, wie is de mol? Kijk hoe weinig daar is. Ja, dat zijn de 100 munten die jullie extra hadden. Zijn ze 100 munten? Maar, niet genoeg. Nou, ernstig. Gaan we eens even kijken. Weinig. Ja, 680! Dat is de onze, dat is echt weinig. Voor de 1600? Nee. Voor alle duidelijkheid, als wij winnen... Als wij winnen! Zit goede tijden snel in de halve finale. Oké. Ja, leed is nog niet geleden. Maar ik ben er heel erg bang voor. Zo blij was ik. Nee, want we hebben gewoon weer gewonnen. En wij zijn ongelooflijk slecht. Als het om geld verzamelen gaat, om munten verzamelen gaat. We hebben daar echt helemaal niks van gebakken. Dan heb je die zelfbesleutels, heb je extra munten. Hoe krijg je het voor elkaar om dan nog te verliezen? Dat is hetzelfde. Een team zo weinig geld heeft opgehaald. Volgende week, jongen, dan pak ik jou weer terug. En die zo'n beetje ook. Maar Mollers, top gedaan, hè. Top gedaan. Met 2 overwinningen op zak is mijn GTSD-team terechtgekomen in de halve finale. Kijken wie zich daar volgende week bij aansluit. Het rappers of het modeteam? Nee! Ja! Computer! Yes.
Oh, werkt dat zo? Ja.